Slechts 8% van de bodem van Nederland is met bossen bedekt. We moeten er daarom zuinig op zijn. Het Staatsbosbeheer, dat dit jaar zijn 50-jarig jubileum viert, heeft een groot deel van de zorg voor de bossen in ons land op zich genomen. In de voorbije halve eeuw heeft dit orgaan waardevol werk verricht, zowel voor de binnenlandse houtmarkt als voor het behoud van een belangrijk deel van ons natuurschoon. Evenoude bossen zoals dit blijven wel bewaard, maar hun kromme bomen kunnen niet dienen voor mijnhout en telegraafpalen. Wel de kaarsrechte stammen van deze Douglas-sparren. Zulke bossen te krijgen is een der voornaamste zorgen van Staatsbosbeheer. Regelmatig worden er bijvoorbeeld sparappels geplukt die het zaad bevatten bestemd voor nieuwe aanplant. In de staatskwekerijen wordt dit zaad aan de vruchtbare grond toevertrouwd, waarna het in 2 jaar tijd tot kleine boompjes opschiet. Het terrein dat is uitgekozen voor de aanleg van een nieuw perceel bos wordt eerst omgeploegd. Uit de kwekerijen worden de boompjes dan overgeplant op de plaats waar zij tot forse sparren zullen uitgroeien. Over 60 jaar zal ook hier een begin gemaakt kunnen worden met het vellen van de bomen, zoals dat in de bestaande bossen reeds geschiet. Uit de Nederlandse bossen komt een belangrijk deel van het hout dat in onze mijnen voor het stutten der mijngangen nodig is. In onze bosgebieden staan overal brandtorens opgesteld die in de hete, droge zomermaanden elke dag bemand zijn. Staatsbosbeheer werkt intensief mee aan de bescherming van onze bossen tegen branden die dit kostbare bezit met één slag zouden kunnen vernietigen.